goede voornemens? Nou, dat doe ik niet aan. Maar natuurlijk wens ik je een heel gezond en gelukkig 2016 toe. En alles wat erbij komt kijken. Zoals je ziet zitten we hier in de zomerse sfeer. Dat is ook wel weer lekker. En ik doe niet aan goede voornemens. Sterker nog, ik heb eigenlijk plannen. Dat werkt volgens mij beter dan goede voornemens. Je ziet nu Wilson, die denkt dat hij kan drinken uit het water. Bah. Maar ik heb plannen. En ik heb een heleboel plannen. En als goede voornemen heb ik niet wat ik met dingen ga starten, maar ik ga stoppen met iets. Want ik heb bedacht dat ik gewoon probeer meer present te zijn, zoals ze het zeggen. Dus meer aanwezig te zijn en bij dingen die er gebeuren. En dat is ook leuker voor Wilson, voor mijn eigen hond. Dus ik wil ook leuke dingen gaan doen met Wilson. En Wilson heeft wel een heel goed voornemen, dat weet hij alleen nog niet. Wilson gaat eindelijk dit jaar proberen. Kijk eens hier. Ga eens maar zitten. Wilson gaat eindelijk proberen van dit jaar om van zijn zwemangst, zijn watervrees af te komen. Hoe krijg ik jou een beeld? Oh ja, zo krijg je jou een beeld. Ja, dus uiteindelijk, Wilson vindt het zwemmen heel eng. En we hebben speciaal een zwemvest voor hem, al jarenlang. En ieder jaar proberen we een stapje dichter in het water te komen. Maar nu hebben we een zwembad hier in de tuin. Dus wat is nog mooier dan proberen daar gebruik van te maken. En waarom doe ik dat? Niet omdat ik vind dat hij moet kunnen zwemmen. Want sommige honden kunnen zwemmen en andere niet. Maar het is heel erg goed voor zijn artrose. Heel goed voor zijn gewrichten. En het klimaat is hier warm genoeg. Het water is lekker om te zwemmen. Het is nu ruim 20 graden zeker. Dus wat let ons om hier gebruik van te maken. Dus Wilson is een grote scheiterd. Zal ik niet anders zeggen. Hij durft er niet in. Met veel koekjes misschien net het eerste treetje. We hebben hier gewoon een hele grote trap in het water. Dat kan je niet zien, maar hele grote treden zo naar beneden toe. En ik ga proberen dat hij toch dit jaar in kan en zich goed gaat bewegen in het water, wat alleen maar goed is voor zijn artrose. Dus tot zover mijn plannen voor 2016. Althans, wat ik nu met je deel, want ik heb nog veel meer plannen, maar daar ga je ook een deel van absoluut merken en zien. Wat zijn jouw plannen eigenlijk? Laat het even weten hieronder de video, zou ik leuk vinden. En je weet het, als je plannen deelt met andere mensen, is de kans dat ze ook gerealiseerd worden alleen maar groter. Dus dat is natuurlijk super mooi. Ik ga mijn bikini aantrekken en we gaan kijken of we Wilson in het water gaan krijgen. Althans, een stapje verder dan gisteren. Goedjes, doeg! Neem me een hond. Neem me de bal. Zo. Oh, knap het. Goed man.